Lieve Marianne, maandag 25 oktober. Ja, het was een enorm uitgebreid sportweekend, toch? De baanwielrenners pakten weer op allerlei manieren goud op de WK. Prachtig werk van de hele ploeg. Harry Lafrijse, Jeffrey Hoogland. Fietsen met een snelheid waarmee ze bij de Grand Prix van Amerika op de fiets zonder bandenwissel makkelijk top 5 hadden gereden. Max Verstappen won de Grand Prix, loopt uit op Hamilton in de WK-stand. En wat dacht je van Rico Verhoeven? Sowieso zou ik daar nooit iets vervelends over willen zeggen, want hij weet waar ik woon. Maar Rico, in zijn gevecht tegen Ben Sadiq, het eenmans destructiebedrijf uit België, een van de twee vechters waar Rico ooit van heeft verloren. Het werd een klassiek gladiatorengevecht. Rico kreeg in het begin een paar klappen waarmee je normaal gesproken een stadsbus totaal los mee zou kunnen slaan. Maar niet Rico. Tuurlijk, daar zat wel een oog van dicht, maar zoals mijn vriend Jochem Meijer al zei, in het land der kampioenen is één oog koning. Rico won voor de 10e keer zijn wereldtitel, is sinds 2014 ongeslagen. Nou, ik hoop maar dat ik genoeg vriendelijks gezegd heb over Rico, want hij liet weten dat hij zin had om deze week even bij mij langs te komen en nog een beetje uit te sparren. Verder was het natuurlijk prachtig voetbal met bijvoorbeeld het unieke hakdoelpunt van Groningen-speler Ngonge, de man uit Ukkel. En verder ga ik niet door op het voetbal van dit weekend, want ik wil geen herinneringszout in de wonden van bepaalde supporters strooien. En Rico woont volgens mij ook in Brabant. Nou, mooi nieuws ook uit Engeland. Queen Elizabeth moet van haar dokters een beetje rustiger aandoen en iets minder drinken. De Queen is zeer plichtsgetrouw, volgt alles op tv, blijft laat op onder het genot van een martini of een Johnny Walker. Ze is 95. Ik ben gelijk begonnen met veel langer series kijken samen met een Johnny Walker, want ik wil ook 95 worden. Het kabinet wil een vervroegde corona-persconferentie. Ik heb het idee dat zoiets niet veel leuks betekent. Ik bedoel, als mijn vrouw zegt, we moeten weer eens praten. En ik zeg, mag het ook over 2 weken? En zij zegt, nee, dat moet vanavond. Dan kan ik je zeggen, dan gaat het niet over dat ze vindt dat ik wel wat vaker weg mag zijn met vrienden. Zoveel mogelijk voetbal moet kijken en dat ik mag blijven slapen waar ik wil, omdat ze zo ontzettend tevreden over me is. Nee, dan gaat het over hele andere dingen. Maar goed, dat kan Klaas natuurlijk veel beter uitleggen. Dinsdag 26 oktober, de schoenen die basketballegende Michael Jordan in 1984 in zijn eerste seizoen in de NBA droeg, hebben bij een veiling een bedrag opgeleverd van $1,47 miljoen. Omgerekend 1,26 miljoen euro. Het zijn daarmee de duurste sneakers ooit. Het zijn niet de duurste schoenen. Die zijn van Kanye West, die op de veiling ooit 1,55 miljoen opbrachten. Zelfs mijn vrouw vindt dat veel geld voor een paar schoenen. Ze heeft daarom nu gekozen voor de rubberlaarzen van Caroline van der Plas voor €17,95. Meer dan 1 miljoen zorgverleners krijgen een coronabonus. Dat vind ik heel erg terecht, natuurlijk. Maar toen ik het las, dacht ik ook, wat een hoop zorgverleners zijn er in Nederland. Meer dan 1 miljoen? Er zijn in Nederland 17 miljoen mensen, waarvan 4 miljoen onder de 18 en 3 miljoen boven de 65. Waarschijnlijk is dus in Nederland 1 op de 10 zorgverlener. Aan de andere kant, 9 op de 10 dus niet. En dat is nog veel meer. Als we zo doorgaan met de aarde als we nu doen, dan stijgt deze eeuw de zeespiegel nog veel meer dan werd gedacht, namelijk 1,20 meter. Maar te veel mensen maken zich zorgen over de klimaatveranderingen, want zoals mijn overbuurman zegt, 1,20 meter, dat is het hoogste punt in het pierenbadje. En als je het zo ziet, valt het ook wel weer mee. Nog steeds zijn er in Nederland veel minder vrouwen in topposities dan mannen. Hoewel, van de hoeveel van de 150 leden van de Tweede Kamer zijn volgens jullie vrouw? Hoeveel van de, van de 150 leden van de Tweede Kamer zijn volgens jullie vrouw? 60. Inderdaad, dat zijn er 59. No! Heel goed, Klaas. Wow. En dat is iets meer dan 30%, zeg maar. Dat is 40%. En dat vind ik eigenlijk best wel veel. Maar jullie weten wat ik bedoel, want hoeveel vrouwelijke jocks zijn er leading bij 538? Wietse niet meegerekend. Precies, dat zijn er 0. Hoeveel vrouwen stonden er zondag op het veld bij Ajax PSV, snap je? Ja. Te weinig vrouwen. Of zoals Chris net nog toevoegde, hoeveel vrouwen kunnen een goede mop vertellen? Nou, en dat vind ik dan weer heel jammer, Chris. Oh, de 26 oktober. Ja, het is alweer 12 jaar geleden dat mijn vader doodging. Dat was een lieve vader, grappige man, die nooit kon zeggen ik hou van je, maar het altijd liet merken op zijn manier. Hij luisterde bijvoorbeeld elke vrijdag naar mij en zei erna altijd, wat een leuke man, hè, die Edwin Evers. En dan wist ik precies wat hij bedoelde. En ik zeg hem al 12 jaar nog steeds regelmatig gedag. Als ik iets doe wat ik vind dat hij moet zien, dan blijf ik zeggen, hé, pa, zag je het? Mooi, hè?
Woensdag 27 oktober. De Australische profvoetballer Joshua Cavallo heeft woensdag bekendgemaakt homoseksueel te zijn. Dat is best groot nieuws, terwijl ik me afvraag, waarom? Het gaat erom dat hij voetbalt, maar dat het groot nieuws is, dat zegt helaas genoeg. De formatie gaat deze dagen door in een huisje in de bossen van Hilversum. Met overdag kennismakingsspel en vossenjacht. Tussendoor een beetje roddelen over de ander in de Tweede Kamer. Opzetje maken van een regeerakkoord. S'avonds bonte avond. En Mark heeft een fles wodka meegesmokkeld in zijn tas. En hoopt dat hij s'nachts mag glippen naar de meiden. Het bestuur van Barcelona heeft uitgesproken dat ze nog alle vertrouwen hebben in hun trainer Ronald Koeman. En in voetbaltermen betekent dat dat hij vandaag wordt ontslagen. Donderdag 28 oktober. Ronald Koeman is ontslagen bij Barcelona. Nou, dan vrijdag 29 oktober. Ja, pa, moet je opletten. Ik ga dus weer de wintertijd uitleggen. Ja, klopt, dat is flauw, maar het is een traditie. Hou jij toch ook van? Ja, jongen, moet je gewoon doen. Vroeger kwam je na de radio ook altijd even koffie drinken bij je moeder. Klopt, pa, maar dat kan nu ook niet meer, hè? Maar doe haar daar de groeten. Nou, laat me horen, jongen. Hoe zit het met die wintertijd? Ja, lieve mensen. Morgen nacht gaat de wintertijd weer in. Toch, Wietse? Dat klopt, Peter. Ja. Nou, ja. Dan gaat de klok zaterdag om 2:00 s'nachts een uur vooruit. Zondag. Wat bedoel je? Nou, het is dan al zondag natuurlijk. Ja, maar het is toch zaterdagnacht? Nee, maar dan is het al zondag. Oké. Nou, ik merk dat ik bij jou echt helemaal vanaf het begin moet beginnen. Komend weekend eindigt dus de zomertijd. Dan begint de wintertijd. Ja, dus op zondagochtend om 2:00 gaat de klok een uur vooruit. Nee, om 3:00 gaat hij een uurtje achteruit. Ja, achteruit. Maar om 2:00 gaat de klok een uur achteruit. Om 3:00. Wat maakt het nou uit? Alles is toch al dicht om 12:00? Ja, maar het is toch gewoon om 3:00? Nou, weet je wat? Dan zet jij de klok om 3:00 een uur vooruit. Achteruit. Ja, achteruit. Dat bedoel ik ook. Maar dat komt omdat jij over 3:00 begint. En dat is vergeleken met 2:00 een uur vooruit. Ja, dat geldt ook voor jouw uitleg. Want die gaat ook niet beslist vooruit. Ja. Wat ik bedoel... Ik vind dat iedereen vanaf zaterdagavond tot zondagochtend ergens de klok een uur terug mag zetten en vandaar weer opnieuw mag beginnen. Dus je hebt een uur dat dubbel kan worden ingevuld. Als ze vragen wat je dat uur hebt gedaan, dan kun je 2 antwoorden geven. Gebruik dat uur dus voor iets dat je altijd al hebt willen doen. Wat je altijd al hebt willen zeggen, maar niet durfde. Ja, ik heb het natuurlijk wel over iets van liefde, iets moois. Maar een uur echt helemaal voor jezelf. Ja, zeker. Ik twijfel er ook aan of dat een echt goed idee is... maar het zet me wel aan het denken. Ja, toch? Nou, ik wens daarom iedereen een goed weekend... met in elk geval 1 heel bijzonder uur. Hoe vond je het gaan, pa? Ja, inderdaad. Wietse? Ja. Leuk is die, hè? Edwin Evers. Tot volgende week.